Leuk dat je er weer bent en zoals je aan de titel van dit filmpje kan zien heb ik weer een haarvideo voor jou. En in deze video ga ik aan jou laten zien hoe ik mijn Quick Weave heb geïnstalleerd en hoe ik mijn favoriete kapsel maak. Omdat ik de afgelopen dagen mijn pruik op had, had ik dus cornrows in mijn haar. Die heb ik inmiddels losgemaakt zoals je kan zien, behalve de twee cornrows hier achter op mijn hoofd. Die laat ik nog zoals ze zijn, omdat het zo prima is. En wat ik nu dus ga doen is mijn haar zodanig indelen en invlechten zodat ik verder kan gaan met mijn quick weave. Met de steelkam ga ik nu scheidingen maken. Langs mijn haarlijn heb ik flat twists gemaakt. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Ik zeg gewoon flat twist. Dat is eigenlijk mijn leave out. Dat betekent dus dat als ik mijn quick weave, oftewel pruik, op heb, dat dit gedeelte van mijn haar los zal zijn. Zodat het één geheel lijkt en je dus niet echt kan zien dat ik nephaar in heb. Dit hier, wat je hier ziet, ga ik invlechten in cornrows. Maar ik laat eerst de rest van de leave out zien. Waarschijnlijk is het je al opgevallen dat mijn haar best wel vies is. Dat komt omdat ik mijn haar zeker al 3 weken niet heb gewassen. Om mijn haar te hydrateren maak ik gebruik van de Honey Love Hair Milk van Shiseido. En om de hydratatie in mijn haar in te sluiten maak ik gebruik van de Nature Shine Oil van ORS. En dit is een mix van heel veel goede oliën, waaronder kokosolie, een van mijn favoriete oliën. Die zitten erin en zoals je kan zien hangt er een plukje hier. Dat komt omdat ik zag dat de scheiding niet goed recht was. Dus ik heb hem even redelijk gelijk getrokken zoals je hier kan zien. Dus dit plukje hoort ook bij mijn leave out. Dit is het haar waar het om gaat. Dit ga ik vastmaken aan mijn hoofd. Als je mij op social media volgt dan heb je heel vaak foto's voorbij zien komen met dit haar. Ik heb dit inmiddels al langer dan een jaar in mijn bezit. En de closure die is nog geen jaar oud, want die kocht ik ergens in het voorjaar, vorig jaar. Wat je nu in mijn hand ziet is een combinatie van wave en een closure die ik op 2 verschillende plekken heb gekocht. De wave, het is de achterkant dus, die heb ik gekocht bij Black Queen. En dat is een winkel aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En ik weet niet meer hoeveel ik ervoor betaald heb, maar even grof geschat zo'n 140 à 145 euro. Kocht ik onder andere 12 banen Kinky Curly Brazilian, waarvan 9 banen echt een kroeser textuur hadden en 3 banen een iets losser Kinky Curly textuur. Dus laten we zeggen dat ik 9 banen 4A 3C textuur heb. En 3 banen, zo'n 3B, 3C textuur. Kan je me nog volgen? Ik hoop het. Bij Delish Hair kocht ik de closure. Ik ben vergeten hoe deze closure heet, maar ik denk iets met candy, curly. Het kan ook zijn dat ik het echt compleet fout heb, maar dat is even een grove gok. Goed, ik heb toen mijn pruik gemaakt. En voor het maken van mijn pruik heb ik gebruik gemaakt van een dome cap. Zo ziet de dome cap eruit. Je moet echt de dome cap hebben met de mannenhoofd. Dan weet je zeker dat je de perfecte wig cap hebt. Wil je geen elastiekjes of kammetjes gebruiken. Ik krijg heel vaak de vraag of dat mijn pruiken heel goed blijven zitten. Als ik een dome cap heb, blijven ze echt fantastisch goed zitten. En binnenin zit er een etiketje. Dan weet je precies waar voor en waar achter is. En ik ga hem even op mijn hoofd zetten. Zo zit hij. Het ziet er echt niet uit, dus lach alsjeblieft niet.
Zo ziet het er dus uit als ik zeg maar deze pruik op mijn hoofd zet. Je kan hem ook zo dragen. Zeg maar, het rekt gewoon heel goed. Dat is wat ik wil zien. Oh my god, op wat lijk ik? Ik lijk op iemand die gaat zwemmen. Het rekt heel erg. Ik heb van mezelf een klein hoofd. Maar stel dat je hoofd een iets groter omvang heeft, dan weet je zeker dat je ook een dome cap kan hebben. En als je iets langer en iets dikker haar hebt en je wilt ook een pruik, dan kan je gebruik maken van een spandex cap. En ik heb helaas daar geen voorbeeld van. En omdat ik hem dus zeg maar op precies dit gebied draag, is de kap van nature iets groter. Heb ik besloten om hem daarom te verkleinen. Aan het elastiekbandje van de pruik heb ik zeg maar het bandje verkleind. Dus ik heb hem dubbel gevouwen, vastgenaaid, waardoor het formaat iets kleiner is en het dus perfect zit. Ik doe hem gewoon op mijn hoofd. Ik zorg dat het achter goed zit. Dat hij gewoon op zijn plek zit. Hier ook. Ik maak gebruik van een kromme naald, maar het liefst gebruik ik altijd een grote rechte naald als ik ga weven. Maar ik doe dit bij mezelf en ik wil het goed doen. Ik wil het perfect doen, dus ik maak gebruik van een kromme naald. Ik maak ook eens bewust gebruik van dunne weefdraad in plaats van de standaard dikke weefdraad. Omdat dunne weefdraad in dit geval prettiger aanvoelt, vind ik. En omdat het zo dun is, zal er minder snel spanning op mijn hoofd zitten. En het is net zo stevig als de dikkere weefdraad. En het fijne aan dunne weefdraad is ook eens dat, dat je er iets netter mee kan weven. Onder een baan door. Dus wat ik doe is hier en daar met de naald snel onder een baan doorschuiven zonder dat ik hem vastnaai. En dan alleen het kapje naai ik echt vast. Waar ik lege plekken zie waar geen weefbanen aan vastzitten en waar ik voel dat mijn cornrows zitten, enkel daar maak ik de wig cap vast. Totdat die overal goed vast zit. Kijk, hier bijvoorbeeld zie je een weefbaan. Maar het zit echt niet vast, dus dan ga ik er doorheen met de naald, onderdoor eigenlijk. Trek hem goed vast. En dan ga ik daar verder, waar ik een leeg plekje voel, ga ik dan mijn draad vastmaken. De pruik die zit vast. Ik zou dus eigenlijk een knot kunnen maken zonder dat die van mijn hoofd afvliegt. Maar het probleem is dat die dus nog alle kanten op beweegt. Dit. En dat is heel raar. Dus wat ik sowieso ga doen is even de middenscheiding zoeken. Heb ik hier een beetje al gedaan. Het klemmetje een beetje vastmaken dat ik wel overzicht heb. Ik heb hier weer een kromme naald met de iets dikkere, eigenlijk standaard weefdraad. En dat ga ik dus gebruiken om ja, hier en daar de pruik vast te maken. Ik ga hier vastmaken. Nou, ik ben eindelijk klaar. Deze video voor jou informatief genoeg was. Ik wil jou bedanken dat je tot het einde hebt gekeken. Bedankt voor alle liefde en alle steun hier op mijn kanaal. Tot de volgende video. Doei doei!
namelijk besloten om vanaf nu ook privé vlogs op mijn kanaal te delen. Het is iets waar ik serieus een jaar lang over heb nagedacht. Ik had zelfs een dagje gevoeld.